Morele waarden en normen zoals hard werken, geduld, trots en eer zijn elementen uit de opvoeding of beïnvloeding van de vader van fysiotherapeut Tony Shang Ming-Sing. De lezing Surinaamse Chinees of Chinese Surinamer werd ingeleid door Shang Ming-Sing, die is geboren uit een Chinese vader en een Javaanse moeder. Aan de hand van zijn familiegeschiedenis gaf Shang Ming-Sing een uiteenzetting van de komst van de Chinezen naar Suriname. Ook sociaal gedrag en tolerantie behoorden tot de levenslessen. We hadden een winkel en zondags waren die winkels gesloten, want dat moest wel. En de politie die kwam soms langs. En als ze zien dat je achterop een raam open hebt en ze trappen je erop, dan krijg je boete. Nee, niet meer, maar vroeger. Maar mijn vader die zei altijd, ik moet altijd helpen. Hij was altijd goed met de buurt. Ja. Tolerantie. We hebben leren omgaan met alle bevolkingsgroepen. Mijn vader heeft me nooit gezegd van dit moet. Hij maakte wel opmerkingen, want er stond altijd een Japanse vrouw die verkocht pitjeel voor in. En een man die stond ook met zijn worstwagen, worst en beren te verkopen. En ik kocht die dingen ook en ik at ze ook en ik vond ze lekker. Mijn vader die heeft nooit gezegd dat je moet niet eten. Hij zei van nee, het is goed dat je die ervaring opdoet. De Chinese cultuur is volgens Shang Ming-Sing nu zodanig geïntegreerd dat we er niet eens meer bij stilstaan. Zaken die als vanzelfsprekend worden aangenomen zijn moximiti, chowmin, saopao, somai, maar ook het conserveren van voedsel, zoals het konfijten van vruchten en het drogen van vlees en vis. De inleider geeft uitleg over de verschillende groentesoorten en krijgt vanuit zijn gehoor een paar aha-momenten. Ze noemen allemaal amsoi, paksoi, kaisoi, boksoi. Het zijn allemaal soi, soi, geen rotsoi, maar het is een en choi, choi is groente. Net als zoals we hier ook tayawiri, vitawiri, gomawiri, is een wiri. Dus dat is choi, is die groente. Chap choi is een gemengde groente. Ham choi, ham is zout. Dus het is eigenlijk gezouten groente. Maar het is pas amsoi als het al gesouten is. Maar we noemen het amsoi, dus eigenlijk als je praat over zout amsoi, eigenlijk is het dubbel. Zout, gesouten, zout amsoi. Pak is wit. En dat zijn de groenten waarbij die stelen breed en wit zijn. Paksoi. Kaisoi, kai is straat, ik weet niet wat. Kaisi is markt, ik weet niet wat van al die kai. Boksoi, dat zijn die mini kailan. Shang ging tijdens de lezing ook in op de schrijfwijze van namen in het Nederlands en Hakka. Namen die veelal zijn ontstaan doordat de ambtenaar van de burgerlijke stand de originele naam niet goed verstond. De lezing werd georganiseerd door de Universiteitsbibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in verband met de herdenking van 170 jaar Chinese immigratie op vrijdag aanstaande.